In de ondiepe delta is de kraamkamer en het jachtterrein van jonge steenbokken. Als ze geslachtsrijp zijn, trekken ze naar dieper water. Ze voegen zich dan bij een grote school, vaak rondom een Noordzeewrak. Een prima schuilplaats, veiliger dan in open zee. De school heeft geen leider. De ervaren vissen wijzen de jongvolwassen bolken de weg. Als één steenbolk gevaar ziet, slaat zijn opwinding over op de rest. De hele school zwemt dan in één keer dezelfde kant op. Hierdoor gaat de aandacht niet meer uit naar één individu. Het is een manier om vijanden af te schrikken. Een perfect samenspel. In zijn eentje zal de steenbolk het niet redden. Door samenscholen is de kans op overleven een stuk groter.